mensen. Voor dit experiment ga ik het bikini body dieet doen. En dat is denk ik wel een bekend begrip voor veel mensen. Aangezien meestal rond dit tijdstip van het jaar er wordt nagedacht over dat de vakantie er weer aankomt. En dat het misschien toch nog wel een goed idee is om eventjes wat gezonder te eten. En wat meer te sporten om net even wat strakker in dat velletje in de bikini rond te dartelen. Summer bodies are made in the winter, toch? Nou, ik heb al heel veel diëten geprobeerd die je allemaal kunt terugkijken op mijn kanaal. Dus deze ga ik ook doen en toevallig ben ik in het prachtige Bali waar ik natuurlijk heel veel in bikini ga rondlopen. We zijn hier een maand om heel erg veel te chillen, maar ook natuurlijk om te werken. Ik ga je zo wat beelden laten zien en ondertussen ga ik natuurlijk aan het dieet beginnen. Let's go! Ik heb mijn bikini aangedaan. Bij deze heb ik een bikini body. Dat ging makkelijk. Voor iedereen die hoopte dat ik serieus het bikini body dieet ging doen om te kijken of ze het zelf misschien ook zouden proberen. Sorry, dat gaat niet gebeuren. Het beste dieet is nog steeds geen dieet. Ik ben groot voorstander van gezonde gewoontes creëren om zo gezond te zijn en blij worden met je lijf. Iedereen die denkt dat een bikini body nog steeds zo'n slank lichaam is wat je nog steeds bij heel veel modellen op de magazine covers ziet, die moeten even arriveren in 2019. Iedereen moet en mag gewoon aantrekken wat hij zelf wil en dat begint natuurlijk bij zelfliefde, wat je niet met één knopje eventjes kan aanzetten, helaas. Ik heb daar eerlijk gezegd ook geen recept voor. Ik heb er zelf eerlijk gezegd ook nog wel eens moeite mee om mijn eigen lichaam te accepteren. En voor iedereen die nu denkt, of in ieder geval zeggen heel veel mensen dat van, oh, maar jij bent hartstikke slank en je mag er helemaal niks over zeggen of je kan er niet over meepraten. Ja, zo werkt dat helaas niet. Het maakt geen flikker uit, je ziet jezelf altijd anders dan hoe andere mensen jou zien. Probeer dat dus ook niet te veroordelen. Laat iedereen gewoon lekker met zijn eigen lijf, hoe dat er dan ook maar uitziet, zijn eigen pad naar acceptatie bewandelen. Wow, Marije, wie zien dat het zo'n video werd? Ik ook niet, maar ik moest het blijkbaar even kwijt. Verder wil ik nog even zeggen dat ik geen video's meer ga maken op Bali. Ik heb er simpelweg gewoon niet de energie voor. Ik voel me er niet goed genoeg voor. Ik kom hier later nog wel op terug, want na Bali ga ik wel weer een experiment doen. En dat heeft alles te maken met mental health. Dus stay tuned. Zoals je misschien al wel is opgevallen, ga ik niet meer standaard elke week een nieuwe video uploaden. Zeker niet nu ik nog niet de oude ben. Ik kies kwaliteit boven kwantiteit en ja, zeker als ik ook kijk naar bijvoorbeeld zo'n spiegelexperiment van laatst, hoe fucking veel tijd dat kost, maar ook hoe de reacties van jullie zijn, dan doe ik dat echt 1000 keer liever dan iedere week maar weer een experiment eruit pompen, afgeraffeld en zonder boodschap. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ja, inmiddels weer in Nederland en ik ben helemaal vergeten af te sluiten. Laat het me even weten als je het met deze boodschap eens bent. Bedankt voor het kijken en ik zie je snel.